Hoe voelen we ons na gisteren? Oh, hij is wel echt fucking dik, hè Dan? Hele goede morgen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video, jongens. Och, we zijn gisteren weer uit geweest. Ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk wel weer goed geweest na 2 dagen. Gisteren ben ik natuurlijk uit geweest, eergisteren ben ik uit geweest. Gisteren waren we ook echt laat thuis. Volgens mij was het 6 uur. We zijn op het Leidseplein geweest, zijn we naar de Koelbaan geweest. En toen zijn Ruud en ik meegelopen nog naar Joris. Toen waren we volgens mij echt pas om 6 uur thuis of zo. Maar goed, in de avond de man, in de ochtend de man. Alleen mijn haar zit, het zit wel een beetje gekkig. Het zit wel een beetje gekkig. Maar goed. Zo jongens, ik ben lekker aan het editen, maar ik moet zeggen... Ik voel wel echt dat wij gisteren het bond hebben gemaakt, jongens. We waren laat thuis. We waren volgens mij eigenlijk pas om 6 uur waren we hier thuis. We hebben een hele soort van... Het was wel echt een hele leuke avond. We hebben een soort van kroegentocht gedaan. We zijn eerst naar de R geweest. Daarna zijn we naar gewoon random cafeetjes geweest op het Rembrandtsplein. Opeens stonden we in een café dat heette Café Picatinny en al dat soort gekkigheid. En daarna zijn we gewoon naar de Koelbaan gegaan op het Leidseplein. En vervolgens hebben we daar gewoon afgesloten. We moesten het licht ging aan, we moesten naar huis. Dus het was zo leuk dat we gewoon echt tot het laatste zijn gebleven. En toen zijn we meegelopen naar Joris thuis. En toen zijn Ruben en ik hebben vanaf daar gewoon lekker een Ubertje gepakt naar huis. Maar we waren wel echt laat thuis. Maar het was zo'n leuke avond, jongens. Dus ik heb er totaal geen spijt van. Maar ik voel het wel een beetje. Ik merk wel dat ik gisteren heb gedronken. Ik ben een klein beetje brak. Maar dat is niet erg. Dat is niet erg. Als je maar een leuke avond hebt gehad. Het is momenteel al 4:15 en dit is volgens mij pas het tweede shot wat ik heb gemaakt voor de vlog. Alleen ik moet echt eventjes wat doen vandaag. Ik moet eventjes wat dingetjes uitschrijven. Even een mailtje sturen. Het klinkt heel zakelijk. Ik moet even wat uitschrijven, een mailtje sturen. Maar dat is wel wat ik moet gaan doen. En daarna ga ik de auto in, want ik ga richting Danny. Danny was gisteren trouwens ook in Amsterdam, maar die had ook gedronken en die was ook met andere gasten. En die heb ik eigenlijk de hele avond niet gezien. Maar goed, ik ga er zo heen en dan gaan we gezellig uit eten. We gaan gezellig uit eten. En Danny heeft een nieuwe auto, dus dan laat ik die ook gelijk aan jullie zien. Ik ben zelf ook echt heel benieuwd, ik heb die ook nog niet gezien. Een Porsche Turbo S, jongens. Potjandori, wat een auto. Oké, jongens, ik ben klaar. Dus ik ga mijn laptop uitzetten en dan is het tijd om richting Rotterdam te gaan. Gezellig uit eten met ome Dennert. We weten eigenlijk nog niet wat we gaan doen of waar we überhaupt gaan eten, maar dat komt maar goed. Dat komt maar goed. Het is buiten alweer donker, jongens. Het is alweer bijna 6 uur. Ruud. Yo. Hoe voelen we ons na gisteren? Ja, wel prima. Ja, hè? Ja. Vanaf het eerste moment denk ik wakker dat ik van, prima. Dat was wel echt een leuke avond gisteren. Ja, ik zei het ook aan de vlog, jongens. Het was echt gezellig. We hadden een soort van gekke kroegentocht gedaan. Het was echt leuk. Maar goed, het enige wat ik hem heb is dat ik een beetje moe ben. Want we gingen wel echt laat slapen. Mm-hmm. Hoe laat waren we thuis? Half zes uur? 6 uur, 6:15. Cool, hè? Dat is wel echt... Ja, dat is niet normaal. Dat zijn wel echt binken tijden, hoor. Daar maak ik nooit mee. Ga jij gezellig mee naar Dennert? Nee. Kom nou, heel even gezellig. Nee, ik ga niet even heel even gezellig naar Rotterdam. Oké, dan. Ga ik wel. Alleen. Dan ga ik wel. Alleen. Ik was dus net aan het editen, jongens. En toen, toen zag ik dus een filmpje. Ik weet het zelf niet eens meer. Maar ik heb dus proberen gisteren mijn vlog af te sluiten. Terwijl ik zeg maar had gedronken. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben weer lekker terug van het uitgaan. Het is momenteel laat. Het is 5 uur 's nachts. Maar het was gezellig. Dus... Voel je nou leuk vuur? Laat even. Oh. Maar goed, ik zie je morgen weer bij een nieuwe vlog. Het is echt, het is zeg maar, ik weet ook niet, ik stond ook echt zo, dames en heren, jongens en meisjes. En toen dacht ik echt zo, nee, dat ging niet goed. Ging ik nog een keer doen, dames en heren, jongens en meisjes. Het ging gewoon niet goed. Dus ik moet ook gewoon, ik heb dus ook nu de outro van gisteren, heb ik vandaag opgenomen, want... Ik kwam net terug van het uitgaan. Het was 6 uur 's nachts. En ik denk, ik ga nog eventjes gedag zeggen tegen jullie. Maar het kwam er niet helemaal lekker uit. Hé, hey, en de licht gaat uit. Ik ga de auto instappen. Want ik ga naar Rotterdam. Rotterdam! Ik hoor het aan je stemgeluid. En het brengt me thuis. Maar het voelt niet juist meer. You can call me Daar zijn we, jongens, in het mooie Rotterdam. Ik vind het altijd zo vet om hier aan te komen rijden. Want dan zie je heel die skyline... Skylounge? Nee, niet... Dan zie je heel die skyline van Rotterdam. Dat vind ik altijd dik.
Maar Kop van Zuid en zo, weet je, dat vind ik zo dik hier in Rotterdam, al die hele grote torens en zo. Ik zei het volgens mij laatst tegen Gio, we hadden het over dat, zeg maar, bijvoorbeeld Willem en Ruben, die hebben bijvoorbeeld niks met Rotterdam. Maar ik vind Rotterdam echt wel een hele leuke stad en ik voel me ook echt serieus thuis. Maar dat komt ook omdat, ja goed, Gio die heeft heel lang gewoond in Rotterdam, echt in het centrum bij Kop van Zuid. Mijn ex, zeg maar Suus, die woonde ook hier in de buurt. Dus ik was gewoon al wel heel veel hier in Rotterdam, dus ja. We zijn aangekomen in Rotterdam, Rotterdam, Rotterdam. Ik ben benieuwd wat de status is van Danny, want Danny was gisteren ook redelijk bezopen. En hij zei dat hij verrot was vandaag, dat hij niks waard was, dus we gaan het zien, we gaan het zien. Oh, jongens, ik ben weer bij Danny thuis. Het is er veel huiselijker geworden. Het ziet er leuk uit, Denzo. Hoe voel je? Goed. Laat weer gasten op, hoor. Wat? Laat weer gasten op. Nee. We gaan niet gasten op doen. Jawel. Nee, echt niet. Ik ga niet 3 dagen achter elkaar drinken, Den. Drie. Ik heb donderdag ook al een drankje gedronken. Valt niet, maat. Oh. Ach, jongens, wij gaan zo even lekker uit eten. We weten eigenlijk nog niet. Waar willen we heen eigenlijk? Harbor. Harbor Club? Ja, het is niet veel onzin op dan, maat. Want het leuk is gezellig is. Vast wel, maar dat weten we dan niet. Nou, dan gaan we dus gezellig naar de Harbor Club. Harbor, cool. En ik wil even je auto zien, zo, Pik. Nee. Wel? Nee. Ik wil je auto zien. Nee. Wel? Geen tijd voor Vincent. Wel? Nee. Wel? Ik ben bezig, lachen. Dan. Kijk dan, je bent helemaal opgefrist. Wel zon ook, maar. Moet je nou eens even kijken hoe je eruit ziet? Jij komt straks binnen bij de Harbor Club en mensen denken: godverdomme, wat ziet hij er fris uit? Dankjewel. En dan kijken ze naar mij en dan denken ze: is die puis, jongen, naast je neus? Zo. Oh, de pak, ja, ik heb een puis. Die gaat te fijn. Oh. Hij is wel echt fucking dik, hè, Dan? Holy shit. Oh, Pik, hij is wel echt grof. Schaaf, hè? Zo. Kijk eens, jongens. Ik vind, weet je, dat zei ik dus ook laatst in de vlog, ik vind zo'n turbo, vind ik dus best wel een wolfs- en schaapskleer of zo, snap je? Ja. Ah, het is niet zo'n schreeuwer. Niet zoals Lamborghini. Nee. Zo. Verdomme zeg. Ja, echt heel dik. Fucking dik. Dank je, broer. Gefeliciteerd, vriend. Dank je. Wanneer neem jij mee? Wintersport? Ja, laat mij op Wintersport dan met dit ding knallen. Wel een beetje een anticlimax, jongens. Wat dit? Nou ja, laten we zo'n mooie auto zien. Gaan we... 6 minuten alweer. Gaan we nu met de Uber naar de Harbor Club. Zijn verstandige jongens. Ik wilde even gezellig even in de auto zitten. Ik was heel erg benieuwd. Zijn verstandige jongens, daarom pakken we de auto niet. Ja, dat is wel waar. We zijn verstandige jongens. Jongens, niet dingen. Nee, dat sowieso niet. Dat doe ik echt nooit. Dus dat is het enige kutte van Rotterdam, dat ik nu in Rotterdam ben. Zeg maar, ik moet nu kiezen dat als ik nu een wijntje wil gaan drinken, dan kan ik niet meer naar huis rijden. Want ik ben een beginnend bestuurder. En een beginnend bestuurder mag niet eens 1 biertje, want dan zit je eigenlijk al boven een 0,2. Promiel volgens mij of zo. Ik weet het ook niet, maar we zien het zo wel. Zitten we weer. Dennert. Groot vriend. Op broederschap. Op broederschap. Nou ja, we zijn er natuurlijk net. Gaan we kijken of we drank doen. Je stoort me. Alleen Beluga. Toch een drankje. Toch een drankje gedronken. Echt voor jongens. Oh. Ja, één kan sowieso wel. Dat... Eet je man. Maar ja, de auto die thuis gelaten is, dat is zonde eigenlijk om bij één te houden, want 2 mag wel. Ja, maar dat is het stomme. Hier, als ik nu in Rotterdam ben, dan moet ik dus bij Danny blijven slapen. Dat wil ik allemaal. Ja, je hebt hotel aan de overkant, maat. Ja, maar daar heb ik geen zin in. Ja, dat is jouw probleem. Oh, lekker. Wat is die knap? Zeg je maar, het zegt meer zo knap. Kijk, ik heb de kleren van Danny aangekocht. Lekker oudje, Pim. Ik ben nu echt zo'n papstertje. Ik voel me helemaal jou. Staat je wel goed. Even een rondje draaien. Gezelligheid. Mannen! Jongens!
Jongen, rotzooi! Dames en heren, jongens en meisjes, ik ben gisteren de vlog vergeten af te sluiten. We zijn gezellig met z'n allen uit geweest en ik twijfel dan heel erg van moet ik mijn camera wel of niet meenemen. Maar ik denk gewoon niet dat het een verstandig idee is. Ik ga hem kwijtraken of er valt of zo, dat is gewoon niet handig. Maar goed, bedankt voor het kijken naar deze video en ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Doei doei!